Hi, mogen we misschien precies dezelfde bestelling als degene voor ons? Sorry? Hoe ziet het eruit? Heerlijk zien we eruit, meid. We gaan echt iets gênants doen. We gaan... Ja, ik vind het niet gênant, maar ik vind het gewoon leuk. We gaan namelijk... We zijn bij de McDrive. En we zijn met Christina eindelijk, finally. Hallo! En wat we dus gaan doen is eigenlijk een soort challenge. Ik heb het vaker gedaan. En we gaan dus precies dezelfde bestelling als de persoon voor ons bestellen. Dus we gaan niet weten wat we krijgen. Of we het lekker vinden of niet. Of het kut wordt. Of dat het één frietje wordt. Ik ben benieuwd. Dus ik krijg heel de McDonald's. Waar hoop je op? Ja, ik hoop op een cheeseburger. Ja. Ik hoop ergens op een milkshake of zo. Oh, dat is ook wel na. Ja, dat is wel... 3 uur dat je misschien een snackje haalt of zo. Ik mag geen milkshake van mezelf, maar ik heb er wel zin in. Ja. En een patatje is altijd goed met frietsaus. Een colaatje of zo, lekker. Ik ben benieuwd. Nou, maar wat zei je nou? Is daar niemand? Nee. Hij heeft toch in het systeem we kunnen ook vragen, mogen precies dezelfde bestelling als de laatste persoon? Ja, de laatste persoon. Want er is nu gewoon even niemand, jongens. Nee. Ja, wat moeten we dan doen? Ja, je kan niet alles hebben. Oh, bijna hadden we dus net de parkeerkaart weggegooid. Gasten. Oh, klaar. Kijk, er komt... Oh nee, dat is een opa en een oma. Oh, nee, twee oma's. Ik moet weten wat we gaan bestellen. Oh mijn god. Oh mijn god, kan je deze draai maken? Dit is echt een joke. Dit is zo hilarisch, want die twee oma's, dat zijn echt wij van later. Oké, nee. Ik word hier echt door elkaar geshaked. Dit is, oké, nu vind ik het ook leuk, want we hebben die twee oma's gezien en dat blauwe autootje. Nou echt, hoe cute. En wat gaan zij bestellen? Ja, dus film eens even die auto, echt een oma autootje. Ja, het is echt een oma autootje. Hoe cute. Cute. Ik ben razend benieuwd. Maar misschien denken die meiden wel, joh, we gaan helemaal loco. Nu ik zijn denk, we daar. Ja, nou, dat dit denk is ons ook. Uitje. Maar verwacht geen Cola Zero. Nee. Nu, denk ik. Oh, nee. Verwacht nu echt een koffietje, een frappuccino. Nou, daar heb je wel zin in. Ik ben zo benieuwd. Maar nu vind ik het heel leuk. Ja, dit is toch leuk? Straks vond ik het echt kut, maar nu vind ik het heel leuk. Ja, dit is toch leuk? Ik vind het altijd grappig om te bedenken, ja, wat gaan die mensen dan bestellen, weet je wel? Ja, en ik moet het nu ook niet luisteren. Nee, dicht. Oh ja, ik heb hem ook helemaal open. Ik moet helemaal plassen opeens. Oh, meid! Stiekem hebben wij hier nog een heel klein beetje drinken, want we hebben net nog een mukbang opgenomen voor mijn kanaal. Ja. Dus we gaan gewoon 2 keer naar de McDonald's. I don't mind. En daarom doen we even een lekkere challenge erbij. Mm-hmm. Dat is ook zo saai, want dan bestel je weer hetzelfde. Ik zeg zo, want ik bestel inderdaad echt altijd wel hetzelfde. Ja, wat bestel je normaal? Want je hebt nu natuurlijk... Normaal bestel ik die veggie chicken, de... Hoe heet die nou? Veggie chicken, nog wat met... Met chicken? Nee. Met crispy oven style. Die is lekker. Die is lekker. En een cola en een patatje met frietsaus. Ja. En wat er ook is, want soms hebben ze wel van die lekkere snacks of iets van kaassnacks. Zo, ze hebben er... aardig lang gestaan. Oh, nou, hier komt ie. My god, ik ben zo benieuwd. Hallo, goeiedag, jammer. Hi, mogen we misschien precies dezelfde bestelling als degene voor ons? Sorry? Of precies dezelfde bestelling mogen als degene de bestelling voor ons? Hij snapt er niks van. En ik weet niet wat hij bedoelt. Nou, die mensen voor ons. Of we precies dezelfde bestelling mogen als de personen voor ons. Gewoon precies dezelfde bestelling. Het is voor een challenge namelijk. Hij staat er niks van. Hij is er ook even stil van. Hij is even overleggen. Ik ga even overleggen. Hij is in overleg. Ik snap het niet. Maar ik heb dus gehoord dat ze continu kunnen horen wat hier gezegd wordt. Dus het is niet zo dat het zeg maar... Hallo. Hi. We hebben 9 niggas, menu groot. Ja, we willen precies hetzelfde als alles. Gewoon de hele bestelling. Oké. En ik hoef niet te weten wat het is. Ik heb wat niggas, grote menu. Ja, gewoon naar de hele... Oh, is goed, klaar. Je moet daar niet kijken. Hey. Ja, niggas, dat weten we nou wel. Geen saus, er staat 2 keer geen saus. Nee. Gaat het goed? Ja, helemaal goed. Perfect. Gier, hè? Ja. Waarom lacht hij ons uit? Hij was echt aan het gieren. Hij vindt het grappig. Maar er stond, zag je al die keren, geen saus, geen saus. Ze zijn toch op een diet, want...
Hoi. Hallo. Is het hier, hè? Ja, nee joh, dat maakt niet uit. Top. Dankjewel. Doei. Bye. Hij snapt er helemaal niks van. Hij snapt er echt niks van. Hij denkt echt, wat overkomt mij nou? Hij had helemaal een inside joke met zichzelf. Ja, hij was echt aan het gieren. Ik dacht echt, misschien staat hij daar met iemand anders. Ja. Maar hij was daar alleen. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, hij staat alles uit te lachen daar, maar... Oké. Okay. Maar ik heb dus nu wel gezien wat we hebben. Ja, ik ook. En de bestelling is echt niet spannend. Nee. Ik had wel gehoopt op iets zoetigs even. Ja, ik eigenlijk ook. Maar ze hebben letterlijk nuggets besteld en geen saus. Nee. Er stond alleen maar geen saus. En een nuggets menu en cheeseburgers, dat wel. Want ik wilde een cheeseburger. Oh ja. Maar dat kan jij niet eten. Maar ik zag wel een grote Franse friet. Oh. Zonder saus. Ben je gek? Heb je hier nog saus? Ja, ik heb nog saus van de vorige bakking over. Ik zei nog tegen jou, ik ga het wel even bewaren. Ja. Ja, ik kan het anders echt niet eten, anders is het echt niet lekker. Nee. Ook geen drinken. Wel drinken. Huh? Wat voor drinken hebben ze dan? Hè, maar dat hadden wij niet op onze bon. Nee, het was echt zo'n zakje. Hoe kan dat? Ja, cheeseburger is natuurlijk echt heel klein verpakt. Klopt. Vroeger was dat toch nog de euroknaller? Ja. Hamburger, cheeseburger, kip 6 was ook een euroknaller. En kleine frisdrank 1 euro. Ja, vroeger was McDonald's eigenlijk nog een soort goedkoop, maar tegenwoordig... Het is zo duur. Ja. Heb je eens McDonald's besteld? Dat is echt een rip uit je lijf. Ja. Het is nog duurder. Ja. Bij in Groningen? Ja, gewoon Uber Eats. Oh ja, maar Uber Eats is sowieso fucking duur. Hebben ze alles gewoon 2 euro duurder gemaakt. Klopt. En ik vind, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind dus Mackey bestellen niet lekker. Want het komt altijd koud aan. Dat is waar. Maar ja, ik bestel McDonald's alleen als ik echt letterlijk zo'n kater heb. Ja, jij bent nog jong. Jij hebt nog geen idee wat een kater is. Nou. Maar op een gegeven moment dan ben je zo oud. En letterlijk die kater die neemt echt je ziel over. Oh, en dan maakt het niet uit. Is het warm? Is het koud? Als je maar niet hoeft te bewegen. Ja. Gewoon. Ja. That's the move. Ja, letterlijk. Nou, ik ben 22 en ik kan nog niet eens meer tegen alcohol. Schat, wacht maar. Oh. Wacht maar. Maar dat vond ik ook zo irritant toen mensen dat tegen mij zeiden. Maar hoe erg waren jouw kater toen je 22 was? Ja, ik kon een aardige kater hebben. Maar dat komt omdat je alles door elkaar drinkt. Alleen nu ik zeg maar ouder en verstandiger ben, doe ik dat niet meer. Nee. Ik ga niet meer dingen aan, een shotje hier. Nee. Absoluut niet. Ik zou niet eens 2 verschillende witte wijnen door elkaar mixen. Wow. Absoluut niet. Ben je gek? Misselijk, hoofdpijn, migraine, diarree. Oh, wat erg. Ja, het is echt, de kater, het allergrootste verschil is dat het zoveel langer duurt voordat je weer back on track bent. Dus ik ben langer moe. Mijn kater zijn absoluut 2 dagen. Ja. Het is niet dat ik zeg maar 2 dagen lang die echt enorme... Dat niet, maar je voelt niet dat je echt... Je bent er echt nog niet. En die nadorst en echt een soort van vaag Maar dan gevoel. Drink je niet vaak heel veel, denk ik. Want dit wil je toch niet elke week? Nee. Maar ja, dus bijvoorbeeld in de lockdown waar we het net even over hadden. Ja, dat was de enige vorm van entertainment. Ja. En dan doe je wel dit soort meuk. Ja, dat heb ik ook. Ik heb zoveel gefeest in de lockdown. Ja, het is eigenlijk heel raar. Ik ook. Maar ik heb zoveel feestjes gehad en meer thuis en veel drink. En dan, wat had je anders te doen? Je had Voor wie moet je je bed uit? Voor wie, weet je... Niks. Er was niks. Ja, dat is echt. Nu, ik heb veel te druk daarvoor. Ik heb ik geen tijd voor om een kater te hebben, zeg maar. Ik ook niet. Het irriteert mij ook echt als ik een kater heb. Ja. Maar een kater krijg ik dus. Ik heb bijvoorbeeld gisteren al met al 4 wijn gedronken. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik het per se heel erg voelde. Soms wel na 4 wijn hoor. Maar ik zag het echt aan mijn hoofd. Oh ja. Ik zag echt dat ik wijn had gedronken. En toen kwam ik terug thuis bij die vriendin. En toen gingen we nog een rode wijn drinken. Oh. Ja, dan gaan we mixen, hè. Dat ja, nee, daar ga je. Dat eigenlijk niet doen. Ik drink dus zelf ook niet heel veel meer. Ja, omdat ik gewoon daar geen zin in mijn kater heb ik al geen zin. Maar moet je naar jouw kater? Maar het is gewoon die moe. Ja, je bent heel moe. Gewoon die, en ook gewoon zo, je hebt nergens zin in. En je bent niet zo productief. Is het, alles is gewoon kut. Nee, ik vind dat irritant. Ik wil gewoon leuke dingen doen en zo. Maar wat doe jij allemaal in het weekend? Ja, wel gewoon een feestje. Of gewoon verjaardag. Of leuke dingen doen met mijn vriend. Of met vriendinnen. Maar dan meer gewoon echt leuke dingen doen. Niet per se echt uit of zo. Nee, precies. Ja. Ja. Voor de lockdown ging ik heel veel uit. Want toen was ik een jaar lang 18. Ja. En toen werd ik 18, toen dacht ik natuurlijk, dit is het moment. En voordat ik 18 was, ging ik eigenlijk ook al uit. Ja. Dus dat heb ik al wel een beetje soort gehad. Zo. Ja. En dan, ik heb dan nu een vriend en dan
Ja, ik snap je. Ik was precies zo toen ik... Nou, ik kwam echt, en dat zeggen ze ook, zeg maar... Je tweede helft van je twintige jaren is echt de nieuwe tienertijd. Ja? Oh, ik ben heel benieuwd. En zo heb ik dat ook ervaren. En ik zie ik dat, zie dat ook bij mezelf ook nog wel gebeuren. Ja, omdat ik was dat bijvoorbeeld... Ja, dankjewel. Dank je. Nou, wel drinken dus. Oh, een cola. Ik zie het helemaal. Hij heeft het zo lopen morsen. Ik ben zo blij met deze nieuwe patat eigenlijk. Want patat van mijn zus is echt mijn lievelings. En die andere die ik net had, die was die waren al koud. Ja. Voelt gewoon helemaal, en ze ruiken ook weer helemaal lekker vers. Woehoe. Nou, maar let's unpack. Zijn we weer. Zijn we weer. Maar je hebt echt cheeseburgers voor je leven. Oh, je hebt er twee. We hebben cheeseburger. En nog één. Maar ik vind eigenlijk dus een cheeseburger wel het lekkerst met frietsaus. Maar er zit geen saus. We hebben geen saus. Gewoon niks. Nee. Nog een ritje voor de cola. Hoe kan dat? Hoe kan je gewoon geen saus bestellen? Ze hebben wel een grote patat. Jij hebt... Nuggets. Chicken nuggets zonder saus. Maar dat vind ik niet eens lekker. En ik vind het ook ergens weer typisch oma's. Ja. Dat zij geen saus eten. Dat zijn jullie niet gewend. En de, zij denken, ik heb thuis nog wel saus. Ja, misschien dachten zij dat wel. Echt zo. Oh mijn god. Ja, even een thumbnailtje aan. Zal ik dit even vasthouden? Ja. Meid, cheers, cheers, cheers. Cheers. Ik had ook nog allemaal saus over. Oh, dat heb je weggegooid. Ja. Ja, nee, ik heb het dus bewaard. Want ik heb hier nog vega nuggets. Want dat dacht ik al. Alles met vlees. Mmm. Veel lekkerder alweer. Ja, omdat het zo lekker warm is. Ja, hier. Ik doe even een paar in mijn bakkie. We kunnen nu wel even de nuggets vergelijken. Kijk, zie je die korst? Ja, de korst is anders. De vega en de normale. Ja, het is inderdaad anders. Maar we hebben dus nu gewoon geen saus. Ja, I'm very mad about it. Ja, dat snap ik. Hebben we nou weer geen servetten? Nee. Ik serveer het, maar op daar of zo in die token. Ja, of er staat iemand die er even geen verstand mee of heeft. Zou het iets zijn van, door besparingen. Bla. Nee, toch? Nou, je hebt toch wel een servet? Ja, doe even normaal. Ik vind het lekker, maar ik heb wel gewoon echt die saus nodig. Ik ben zo dom dat ik hem weggooi. Ja, ik heb het nog een beetje bewaard. Ja, mijn voorbereid. Nou, dan gaan we maar een cheeseburger nemen. Het is wat vinden we van de bestelling? Het is een simpele bestelling. Kijk, op zich vind ik de dingen wel lekker. Kidnuggets, cheeseburger, cola zero. Ja, zou het een cola zero zijn? Weet ik niet. Kan je dat zien? Nee, dat moet je echt gaan proeven, denk ik. Ja, ik proef dat denk ik niet. Nee? Weet ik niet. Laat het dus. Ja, ik proef dat echt niet. Maar ik drink eigenlijk nooit bijna cola. Mm. Wat denk jij? Ik denk dat de regular is. Ja? Wacht, en nu even vergelijken. Dat denk ik echt. Dit? Ja, ik proef geen verschil. Maar ik zweer het. Ja, maar ik proef dit soort dingen sowieso niet. Nou. Ik weet niet hoor. Ik was net echt overtuigd dat dit de regular was. Nou, ik heb echt geen flauw idee. Maar één keer proeven? Want ik zweer. Is toch hetzelfde? Nee, dat is de regular. Oh. Nee, is echt zo. Ik proef het, denk ik. Ja, oké. Okay, nou ja, ik geloof. Maar heb jij wel eens die challenge gedaan van A versus B merk? Nee. Oh mijn god, dat was zo leuk. Dat was erg, maar ik heb wel heel veel gezien. Ja, maar dat waren zulke leuke video's om te maken. Dat oh was my god, echt amazing. Dat wil ik eigenlijk gewoon een keer doen. Ja. Weer. De hype is natuurlijk wel een beetje voorbij. Ja, maar nou en. Ik vind het gewoon leuk. Maar dat was echt leuk. Oh ja, en dan was je echt zeer van overtuigd. Ja, dit is echt A-merk en dat is gewoon B-merk. Tegenwoordig is er niet meer zoveel prijsverschil tussen A en B trouwens. Nee. Alles is duur. Maar nou, ik vind dit zelfs droog. Want ik deel altijd mijn cheeseburger en saus. Maar ja, wat we dus van de bestelling vinden. Ja, ik vind alles op staan. Zeg maar, Kim Nuggets vind ik lekker. Cheeseburger vind ik lekker. Friet. Maar... Sorry, de mensen die mij kennen, ik leef om saus. Gewoon letterlijk, saus is gewoon mijn leven. En als, weet je wat zo grappig is? Nou? Gisteren bij het evenement waar we waren, kregen we toch van die kip dingetjes. Ja. Mijn manager, die had die dingen en ze zegt al, het is droog. Er was geen saus bij. Ja. Ze zegt zo, wacht even, ik heb nog saus in mijn auto. Nee. Oh my god. Ze heeft zo'n dingetje inderdaad van de Mac. Nee. Met saus in haar auto. Ja, dat moet jij ook dat doen. Moet ik eigenlijk hebben gewoon. Ik maak alles, gewoon wat voor eten ik ook heb, ik maak het sausig. Of gewoon iets smeuigs. Ik hou gewoon niet van droog. Ik hou er gewoon niet van. Ja, dat snap ik.
Maar goed, in ieder geval. Het is, een oma heeft het besteld. Maar waarom bestellen ze maar één drankje en één patatje? Gaan ze delen? Dat is wel schattig. Ja. Dat is wel cute. Ja, en gewoon een beetje droog. En gewoon... blijven zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik dacht echt dat zij een koffietje zouden bestellen. Ja. En een taartje of zo. Maar ik zie mijn oma dus nooit door de McDrive gaan en dit bestellen of zo. Ik weet niet eens wat een cheeseburger is. Mijn oma zou echt nooit door de McDrive gaan. Absoluut niet. Nee. Dus dat vind ik dan wel echt cute. Ja, echt zo twee vriendinnen. Ik had gehoopt om misschien even iets nieuws te leren kennen. Weet je wel, dat zou leuk zijn aan deze challenge. Mm-hmm. Dat je iets krijgt wat je normaal gezien niet bestelt. En dat je het opeens heel lekker vindt. Ik had dat dus toen een keer met filet-o-fish. Ja, ik eet bestem nu eigenlijk nog steeds niet. Maar ik dacht dat ik dat heel vies zou vinden. Maar ik vond het eigenlijk wel lekker. Ik vond het ook lekker. Ja. Uh-huh. Maar ik dacht altijd dat ik dat vies vond. Dus toen ik in die challenge had, toen was het wel lekker. En ik heb geen augurk. Oh mijn god. Nee, wel. Maar één. Het is altijd maar één. Echt? Je hebt nu nog tenminste een grote. Ja. Ja, nee, het is altijd één zo'n klein dingetje. Maar kan je niet zeggen, mag ik een cheeseburger met extra augurk? Ja, zouden ze dat doen? Ja. Ja, toch? Is toch een normale vraag? Ja. Ik hou zoveel van augurken, dat is niet normaal. Maakt het echt. Maar. Ik had ooit een video gemaakt en ik was in vier verschillende McDonald's geweest. Wow. In vier verschillende landen, in dezelfde 24 uur. Hoe heb je dat gedaan? Ik was aan roadtrippen. Oh. We waren onderweg naar weet ik veel waar. En toen zei ik al van, oh wacht, we hebben Nederland, Duitsland, Frankrijk en... Oh, wat een leuk idee. België, volgens mij of zo. Ja. Zijn naar alle McDonald's geweest. Maar was er veel verschil? Ja, want menus verschillen gewoon. Vooral in die van Frankrijk. Dat was echt, als je geen vlees eet, hoef je daar echt niet heen. Oh, maar... Maar ook die broodjes waren natuurlijk zoveel beter. Mm. Echt van dat harde brood. Mm. En wat grappig. Die in Duitsland had meer vegan opties volgens mij. Ja? Oh, maar was voor smaak wel minder. En daar heb je ook geen frietsaus toch? Nee, dat is natuurlijk deze frietsaus die wij kennen. Mm-hmm. Dat is zo Nederlands. Ja. Ik weet het niet eigenlijk. Ik weet het niet meer, maar het was. Ik vond het wel heel leuk. Ja. Dat was een leuke challenge. Dat was wel leuk. Ik hou wel van challenges altijd. Ik ging van de zomer naar Italië en toen gingen we daar ook naar de McDonald's. Maar dat was ook echt zulke rare dingen. Allemaal met pesto en het parmezaanse kaas. Ja. Ik dacht, wat is dit? En ze hadden daar een tosti. Oh, mijn moeder belt mij. Oh. Ja, daar was ik ook laatst in de Italiaanse McDonald's. Maar toen had ik inderdaad een soort van mini pizzaatjes. Echt? Mm-hmm. Oh, dit is mis. Het was zeg maar een soort kaassoufleetje, maar dan... Zonder kaas, maar dan met zo'n pizza dingetje erin. Met tomatensaus en een mozzarella erin of zo. Zoiets. Hoppa. Ja, was heerlijk. Dan ga ik er thuis even kijken. De vragen nog een beetje zijn. Oh ja, we hebben natuurlijk de Q&A gesteld. Ja. Ja, dat is leuk. Dat was een foto, die hadden we gisteravond gemaakt. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet wat ik ervan vind, maar... Ik vind het een leuke foto. Ja, hij is wel cute. Maar ik voel me voor mezelf heel breed. Echt zo'n soort... Ja? Zo. Maar dat is, ja... Nee, vind ik niet. Ik vind het wel een mooi foto. Ja, op het kantoor vonden ze het ook allemaal wel leuk. Waarom duurde dit zo lang? Ja. Good question. Wij zouden letterlijk 2 jaar geleden al afspreken om te filmen. Toen kwam het er niet van. En jij woonde weet ik veel waar. En ik woonde in Groningen. Ja. Nog steeds trouwens. Dus dat vonden we te ver weg. En toen zei jij... Ik ga naar Amsterdam. Ik ga naar Amsterdam verhuizen. En toen zeiden wij, doen we dan wel weer een jaar verder. En daar zijn we. Daar zijn we. En daarom duurde het zo lang. Maar ja, weet je, beter te laat dan nooit. Dat is waar. En waar we elkaar van kennen. Van online. Ik keek, dan moet je even de andere mukbang kijken van Christina. Daar heb ik een beetje verteld. Maar ik keek Christina de mukbangs vroeger altijd. Toen ging ik ook mukbangs doen. En zo gingen we elkaar volgen. Ik denk dat ik jou ook ken van mukbangs. Ja. Ja. Want ik denk dat ik jou op een gegeven moment in de aanbevolen zag. Oh ja. Ja. Dan dacht je, another mukbanger. Another one. Another ik jou one. Blokkeren, ja. Verwijderen. Naaper. Iemand zegt, ik hoop dat het een sushi mukbang wordt. Dat had ik ook. Nee. Oh. Nee. Nee. Ik heb wel 1 keer een sushi mukbang opgenomen in de auto. Ja? Ik weet niet hoe. Wow, dat vind ik heel knap. Dat heb ik gedaan. Ja, vroeger moesten Maar ik vind echt... een auto gewoon zo'n vibe. Het is het. Ik vind het leuker als statisch thuis achter een tafeltje. Ik snap Jan. Maar soms was het bij mij ook gewoon omdat we geen keuze hadden. Want dan was het met iemand, dan zagen we elkaar in Amsterdam. Ja. En geen huis. Geen huis. Nee. Wel een auto. Ja.
Dus schreeuwen we alles in de auto doen. Ja. Dus het was ook meer een beetje, tuurlijk, en een auto is een vibe. Ja. Maar het was ook meer van, ja, we moeten wel. Ja, ja, dan is het natuurlijk logisch. Maar ik vind sowieso car mukbangs gewoon leuker. Ik vond ook leuk. Ja, dus gewoon thuis dan is het toch wat statischer of zo. Dan heb je echt zo'n hele stellage met lampen en een statief, weet je. Ja, 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 ja. En nu voelt het gewoon een beetje zo gezellig kletsen in de auto. En... mensen reageren nooit echt meer op dat soort stickers. Vroeger kreeg ik vragen. Vroeger, ja. Nou, ik kon het blijven scrollen, maar tegenwoordig boeit mensen het. Nee, zeg zo. Boeit jullie niet meer. Ja, laat het alsjeblieft een sushi of noodles mukbang zijn. Nou, geen van beide. Maybe next time, you know. Oh my god. Oh mijn god, jaren op de duo gewacht. Ah, en grappig, want heel veel mensen kijken waarschijnlijk beide onze mukbangs. En denken ze van, hoe leuk als het samen, ja, samen is. Iemand zegt, oh my god, zwart-wit shoppen. Wat is dat? Oh, ja, ik heb wel eens van die shoplogs gemaakt. En dan zet ik mijn computer dus op een zwart-wit modus. En in het Frans, dus dat je en de kleur niet ziet en het ook niet kan lezen. En dan ga ik dus shoppen op Naked bijvoorbeeld, in het zwart-wit. En dan weet ik dus gewoon niet uiteindelijk wat het is. Ik ga dood om jou. Heb je dat zelf bedacht? Nee, maar... ik heb het ooit een paar jaar geleden dus gezien op YouTube dat één iemand dat deed. En toen heb ik dat altijd bedacht van, oh, dat is wel leuk. En toen een keer met een Naked samenwerking dacht van, oh, dat is eigenlijk wel een leuke soort twist eraan, weet je wel, aan een shoplog. En toen ging ik dat doen. En toen, ja, mensen vonden dat helemaal grappig. Maar ja, ik zelf ook, opeens kreeg ik een shirt in het roze en dit in het blauwe. Zo. Dus ja, aan de helft denk je echt van, oh my god. Ik las dat, ik dacht, ik moet hier even om uitleg vragen, want ik heb geen idee. Ja. Oh, maar wat grappig. Dat is ook gewoon weer een challenge eigenlijk. Ja, jij bent van de challenges. Ja, een beetje uitdaging. En waar kan je 's nachts voor wakker gemaakt worden? Oeh. Nou, nergens voor, heel eerlijk. Al staat de wereld in brand, ik word niet wakker. Nee? Slaap jij heel diep? Ja, ik word over het algemeen niet echt 's nachts wakker. Ik heb ook altijd al mijn telefoons, apparaten, allemaal soort van uit, niet storen, niet bellen. Ja, dat heb ik ook wel hoor. Ho. Echt, je kan me bellen wat je wil, voor mijn deur bonken, ik word niet wakker. Ik denk mij misschien alleen als je echt een geweldige vakantie hebt of zo. Je zegt, oké, we gaan nu naar de Malediven. Ja, dan zou ik ook zeggen, oké. Ik zou het zo graag willen. Ja. Ik heb dit jaar voor het eerst echt gesnorkeld. Oh. Dat vond ik zo leuk. Ik haat vissen eigenlijk en ik ben ook helemaal geen fan van water. Oh, ik wel. Maar ik dat vond ik zo leuk. Oh my god. Vissen kijken. Waar heb je dat gedaan? In Thailand. Bij, en ook in Jamaica. Ja, ik ga naar Bali. Misschien kan je daar ook wel... Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Allermooiste snorkelen was in Malediven. Omdat je daar zulke bijzondere vissen hebt. En heb je ook heel veel in Thailand. In Jamaica ook wel. Dan nog meer. Maar Malediven, ze zeiden van, dat was echt, dat was zo gaaf. Zo bijzonder wat ze daar allemaal zagen. Oh, dat was geweldig. Allemaal gekke kleuren en zo. Dus dat lijkt me ook heel leuk. Nice, ja. Ik ga echt kijken of we dat kunnen doen. Want we willen sowieso ook gaan surfen en zo in Bali. En, wanneer ga je hem? 3 november. Of nee, 4 november. Oh, voor hoe lang? 3 weken. Oh, wow. Een beetje rondreizen ook wel. Backpacken. Leuk. Ja. Met je tweetjes. Ja, met mijn huisgenoot. Ga ik dat doen. Oh, dat is met je boyfriend. Ja. Nee, met je huisgenoot, ja. Ja, met mijn boyfriend. Die studeert nog. Dus we willen wel heel graag reizen, maar dan, hij is na dit jaar klaar. Dus dan willen we waarschijnlijk naar Mexico. En dan echt 1 of 2 maanden, zeg maar. En Costa Rica. Nou, nu voor hem gaat het een beetje lastig. En we willen ook niet in het hoogseizoen, weet je wel. Want dat is gewoon zonde en het is gewoon zo duur en druk en toeristisch. Ja. Zou waarschijnlijk altijd wel druk zijn, maar we dachten gewoon, ja, beter dan gewoon na zijn studie. Dus dat hij is, nou, wanneer ben je dan klaar? In juni, aankomende juni of zo. Oh ja. Maar dan na de zomervakantie gaan we, dus september, dus over een jaar ongeveer dan. Oh, dat is zo leuk. Ja. Mijn planning staat, de eerste reis wordt naar Turkije. Ik ben nog nooit naar Turkije geweest. Ik ben daar afgelopen mei geweest met mijn schoonfamilie. Mm. Dat is heel leuk. Maar waar ga je heen? Het heet Fethiye of zo. Ik ben uitgenodigd voor een bruiloft. Oh my god. Zo vet! Dat is toch echt de dream? Ja! Zo'n bruiloft in het buitenland. Oh my god. Snap je wat ik bedoel? Dus je hebt daar zo zin in. Oh my god, zit jij nu een beetje in de fase dat mensen gaan trouwen en bruiloft hebben en dat? Ja, maar weet je wat ik echt eigenlijk in mijn omgeving... Ik heb niet echt mensen met kinderen of zo. Nee, nog niet? Nee. En heel veel, ik hoor het heel veel om me heen van, oh mijn god, zoveel kinderen en ja. En ik denk, waar? Ik heb dat echt niet. En toen vroegen mensen ook aan mij van, nou, hoe oud ben je dan? Ik zei, ik ben al 29, dus je zou het echt al moeten verwachten.
Maar echt in elk vriendengroepje heb je wel iemand, maar bij mij niet. Ik moet wel zeggen, want in ik kom natuurlijk uit Litouwen. Ja. En daar is het allemaal wat jonger. Ja? Ik weet nog wel, ik was naar een trouwerij geweest van een vriendin van mij. Toen waren we ook, weet ik veel, 22 of zo. Oh. Ja, ik heb dan toevallig zaterdag een bruiloft, maar dat is van mijn neef. In mijn vriendinnengroep valt het echt allemaal nog wel wat mee. Tuurlijk, vrienden van vrienden, ja, die hebben of een kind of een dat of een dat. Maar in mijn directe vriendinnen... kring is niet. Dat niet zo. Eerst, ik ben helemaal geen kindermens. Echt totaal niet, eigenlijk. Maar sinds mijn broer een kind heeft, dus mijn neefje, ben ik gewoon helemaal verliefd. Dat vind ik ook alleen maar leuk omdat mijn neefje dan is. Ja, ik heb nog steeds niet met andere kinderen, zeg maar. Oh ja, ik snap dat wel. Ja. Ik moet zeggen, ik vind kinderen ook wel dat, ja, soms een beetje dat ik denk... Ik word er een beetje awkward van. Ik weet nooit... Ja, hoe praat je tegen zo'n kind? Ik ben ook zelf de jongste, dus ik heb ook nooit een jonger zusje of broertje of zo gehad. Dus ik weet niet echt. Ik ben zelf ook de jongste in heel mijn familie. Ik heb al mijn oudere nichten en neven. Dus ik heb dat nooit echt gehad of dan of zo. Oh ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb dan wel een jong broertje en zusje. Ja. Maar ook toen wist ik niet zo heel goed hoe ik tegen hun moest praten. Ik word er heel awkward van. Oké. Ik weet het gewoon niet. Nee, ik weet het gewoon niet. Maar mijn neefje, ja, dat is helemaal leuk. Maar ze wonen bij Utrecht in de buurt, ongeveer een uur vandaan, dus ik zie ze niet heel veel. Oh ja. Ik heb dus allemaal oudere nichten, die krijgen dus nu wel allemaal kinderen. Dus dat is maar wel zou je leuk. Wel kinderen willen of niet? Ja. Maar voorlopig nog niet. Nee? Nee, dat snap ik. Nee. Misschien gewoon eind 20, begin 30 dan een beetje, maar nu echt nee. Nee, ik zou het wel willen. Jij? Ja, ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik begin er wel steeds meer aan te twijfelen. Ja. Heb je altijd gezegd niet? Of altijd ik heb altijd gezegd wel. Oh, wel. Ja, want toen ik ook 18 was, voor mijn gevoel, was ik er toen veel meer klaar voor om een kind te baren dan nu. Wat grappig. Ja, toen had ik het echt zoiets van dat ik dacht, ja, dat wil ik echt heel graag. Mm-hmm. En nu heb ik zoiets van, ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet. Omdat ik ben niet een hele zorgzame type van mezelf. Nee. Ik wil niet eens zo'n hamster, want daar wil ik dan niet naar kijken en voeren. Daar heb ik echt helemaal geen trek in. Nee. En nou ja, dus heel vaak komt het nu wel te sprake van, ja, hoe zou het dan met hun kind zijn, weet je wel? Want dat is niet iets wat je zomaar even neerlegt en dan aan het einde van de dag weer. Nee. Oh, even nog wat voeren. Oké, hier alsjeblieft. Ja, dat het even verschonen, één keer per dag klaar. Dat zou echt ideaal zijn, maar helaas is dat niet zo. Saai me. Oh, nee, dus... Nee, ik zie mezelf helemaal zo'n huismoedertje worden. Ja. Ik vind dat heerlijk. Ik hou lekker van fruit in huis. Ik hou van koken. Ik hou helemaal lekker van... Lekker organiseren. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. Ik weet het niet. Misschien... Ik had natuurlijk echt al mijn huisje en mijn ventje en mijn ditje en mijn datje. Ja. Maar wij hadden heel duidelijk afgesproken... No babies. Nee. En dat vond ik helemaal geen... Ik was perfect eigenlijk. Maar nu ben ik met iemand en hij zou wel graag kinderen willen. Maar ja, dat is weer zo'n man die dan heel graag kinderen wil. Ja. Om ze één keer op de zaterdagmiddag... Gezellig te voetballen. Of snap je? Zo'n vent heb ik nu. Dus dan denk ik van we gaan nog even zien. Ja. Kijk, ik kan er natuurlijk ook allemaal leuk over praten. Maar voor mij is het nog heel ver weg. Dus dan is het nog een soort leuker om misschien te zeggen. Maar... Ja. Ik heb ook echt bij mijn broer gezien dat het natuurlijk echt... Ja, je leven draait gewoon 80 graden. Maar ik zie ook juist hoeveel mooie dingen het heeft gebracht. Ja, nee, tuurlijk. En dat is het ook. En familie en leuke dingen doen samen. Ja. En nou ja, weet je... Heel veel verantwoordelijkheid. Speaking of the man, er staat hier... Wat is jullie grootste irritatiepunt van mannen? Twee keer McDonald's gegeven. Ja, heerlijk. Echt. We love it. Ja, check zeker ook de video op Christina's kanaal. Dat is ook heel gezellig. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken natuurlijk. En dan zien we elkaar snel weer. Doei! Doei!